kruiken en kruiken. Sinds het jaar 2000 kleuren de kwikmedrilletjes Kruikenstad rond. Ja, 22 jaar geleden in het jaar 2000, toen alle systemen zouden gaan crashen, richtten deze dames CV de kwikmedrilletjes op. En we zijn 22 jaar verder. Dames, hoe is het eigenlijk ontstaan? Laten we daar eens mee beginnen. Nou, christelijker kan niet in de kerk. Uit verveling in de banken en toen was er een plannetje en er kon er een heel goed zingen, dus toen was het rond. CV de Kwik met Rillekes, waar komt die naam eigenlijk vandaan? Dat is een klein kattenvrouwke met heel veel verbeelding. Ja, we zijn niet allemaal even klein, maar we hebben wel heel veel verbeelding. En zeg die 22 jaar, hoe is die gegaan? Ja, als een vloek en een zucht, want ineens zijn we 22 jaar verder en het is ieder jaar een feestje geweest. Jullie waren de tijd wel ver vooruit, hè? Allemaal vrouwen en carnavalsvereniging. Hoe reageerde Kruikenstad daar destijds op? Ja, volgens mij heeft Kruikenstad roze omarmd. En je ziet het nou steeds vaker dat mensen met carnaval roze dragen, dus ik denk dat ons doel bereikt is. Hebben jullie daar een voorbeeldfunctie in gehad, denk je? Ja, ik denk dat wij het voorbeeld waren voor elkaar en met elkaar voor alles wat naar ons komt. Dus nee, wij hebben geen voorbeeld nodig. Wij zijn het voorbeeld. 22 jaar geleden begossen zij met hossen. En dat vraagt om feest. Er staat hier een toekomstige prinses Kruikenstad toevallig tussen. Zeker, maar we hebben het nog niet helemaal besloten wie. Maar komt goed, komt goed. Zeg, hoe is de rolverdeling tussen jullie? Oeh, nou stel jij een hele gevaarlijke vraag hier. Nou nee, dat is allemaal een beetje gelijk wel hoor. We hebben wel één opper, zeg maar, die staat daar recht aan de overkant. Eigenlijk de echte enige echte opper. Maar verder allemaal gelijk. En dan vraag ik me toch af, dames onder elkaar, gaat dat dan altijd wel goed? Wat denkt jij zelf? Ja, dat weet ik niet. Ik ben geen lid van jullie vereniging. Nee, natuurlijk niet. Maar we maken het altijd wel weer goed. Ja, ja, ja. En daar gaat het om. Wat gaan we de komende 11 jaar nog van jullie verwachten? Nou, vooral veel gezelligheid en saamhorigheid. En wie weet af en toe nog een goede optocht of een leuk liedje. En ieder jaar een feestje. En wat is nou het mooiste dat jullie de afgelopen 22 jaar hebben meegemaakt? Oh. Dat is echt heel veel hoor. Ja, pik je dus één of twee uit? Nou, ik denk een van de leukste dingen is dat we samen met z'n allen hebben geslapen bij Villa Pastorie. 'S Ochtends lekker ontbijten, heel veel lol. 'S Nachts nog lekker even doorzakken in de aparte ruimte. Ja, dat zijn die kleine momentjes dat er eigenlijk niemand bij is en dat we echt met z'n achter zijn en dat we dan onderbroeken lol hebben. Waar laten jullie de mannen tijdens carnaval? Dan weten we eigenlijk niet zo goed waar die zijn met carnaval. En dat is helemaal prima. Ik wens jullie het allerbeste. Kwikmedrilletjes, dank jullie wel. Viert allen mee met CV de Kwikmedrilletjes. Koper! Het is broodnodig, hè? Hij legt hem niet, daar hoort nog niet bij. Hier is de informatie. Of was het nou nog? Wat was het?